Wie als eerst het ijsblok laat smelten, die wint. Rutger en ik krijgen beide een enorm ijsblok. Door middel van verschillende challenges kan je hulpmiddelen winnen om het ijsblok te laten smelten. Maar wie wint uiteindelijk de grote prijs? Zoals je kan zien is het nu nog een hele mooie zonnige dag, maar ik kan je beloven, we gaan het straks heel erg koud krijgen. Heb je nou heel erg veel zin in deze video, doe dan eventjes een duimpje omhoog. Ik spreek met jullie af dat we bij de 20.000 duimpjes op deze video, ik mezelf opsluit met een andere YouTuber in een vriezer. En jullie mogen hier beneden gaan bepalen met welke YouTuber dit moet zijn. De meest genoemde naam ga ik uitnodigen voor deze challenge. En ik weet niet of jullie het ook horen, maar volgens mij gaat de bel. Nou, kijk eens hier. Twee hele grote dozen en ik weet natuurlijk wel wat daarin zit. Hier zitten dus gigantische ijsblokken in en ik hoop dat iemand mij wil helpen om deze naar de tuin te brengen. Oh, ze knikken ja, gelukkig. Nou, daar is hij hoor, mijn tegenstander voor vandaag. Nou ja, tegenstander. Ik hoop dat ik een beetje tegenstand kan bieden, want vorige keer ging het niet heel erg goed. Toen hebben we al twee verloren, maar de ijsblokken staan hier weer klaar. En heb je al gezien wat voor prijs erin nee, zit? Nee, mag ik kijken? Je mag gaan kijken. Oeh, zie je? Wow! Ja! Heel veel geld. Hoeveel is dat? In totaal ligt er op de bodem 500 euro. Dus als jij als eerste het ijsblok laat smelten, dan win je dus 500 euro. Ik zou zeggen, ga maar op je plaats zitten, dan gaan we nu beginnen. Alright. Met de challenge. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Daar gaan we in. 3, 2, 1. Smelt hem maar. Ja. Kom op, Rut. Oh, dit doet nu al pijn. Ah, het is zo koud. Oh. Ik zie bij mij gelukkig ook een prijs liggen, dus ik doe het niet voor niets. Komt er al verschil in of niet? Er gebeurt nog niet heel veel. Ik heb een handfreeze. Geen brain freeze, maar een handfreeze. Oh. Als ik heel hard adem hierop, dan smelt het. Let maar op. Kun je nagaan hoe erg het stinkt? Nou! Krut K3! Waar? Daar! Oh! Dit werkt ook niet echt. Oké, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Ik heb een idee. We gaan beginnen met de allereerste challenge. En als je deze challenge wint, dan krijg je dus een hulpmiddel. Wat is dan de challenge? Ik ga het er even bij pakken. Oeh, ik zie het al! Nou, wie als allereerste het raketje kan opeten, die wint een emmer met gloeiend heet water. Oké, de tijd is begonnen. Nee, dat is niet eerlijk. Oh nee. Ik ga niet uit het zakje. Auw. Oh, mijn tanden. Ja, kan ik hem niet hier in doen? Nee. Ik moet echt door de tanden. Ik heb echt een brain freeze. Dit is niet goed. Jij hebt geen hersenen. Dat is helemaal niet aardig. Oh, ik heb echt pijn aan mijn kiezen. Ik moet echt door de tanden. Ik hoefde nog maar dit stukje. Even kijken hoe ik deze nou het beste kan inzetten. Misschien moet ik hem gewoon laten staan en dat hij dan naar beneden smelt. Volgens mij zakt hij al naar beneden. Lukt het daar? Het gaat prima. Ik ga hem toch langzaam. Wow! Oh, dit is wel heel mooi. Ik vind het niet helemaal eerlijk dit. Het gaat veel te snel. Oh, er komt een hele deuk in. Echt? Ja, er komt een hele deuk. Kijk. Terwijl Rutger lekker druk is en ik helaas toch niks kan doen, even iets anders heel belangrijks. Want nog steeds heel veel mensen van jullie krijgen geen melding van mij als er een nieuwe video online komt. Dat komt natuurlijk nog steeds de helft van de mensen die me kijken nog niet geabonneerd is. En de teller staat nu op 146.000. En het zou heel tof zijn als we daar de 750.000 kunnen krijgen. Ik geef je 5 seconden om even te abonneren. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is het nu gelukt. En dan hoop ik dat ik alsnog deze challenge kan winnen. Er zit een heel wat meer in nu hier. Een soort vijver. Zie je dat? Ik loop nu heel erg voor. Nou, dit gaat natuurlijk nooit werken. Ik vind dat het tijd is voor de volgende challenge, want ik wil ook een hulpmiddel. Voor de volgende challenge gaan we iets heel speciaals doen, want deze video wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door de spinners van Lego Ninjago. En Rutger gaat jullie nu laten zien hoe zo'n ninja eruit ziet. Kom maar erbij, Rut. Nou, ik ben heel benieuwd. Hoe gaan we dat doen? Ben je er klaar voor? Nee. 3, 2, 1. Nou, Rut, wat zie je er fantastisch uit. In Ninjago zijn allemaal verschillende ninja's die meesters zijn van een element. Zij worden getraind door Master Wu in de vechtsport Spinichu om vervolgens Ninjago te kunnen beschermen. Via de games op lego.com kun jij jezelf steeds een level omhoog spelen door verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen als balans,
eerlijkheid en moed. Ik pak de spinnen even erbij. Dit zijn ze in het echt. Dit is Kai en hij is dus heel erg goed in balans. Dit is Lloyd en hij is heel goed in bommen ontwijken. En dit is Jay en hij heeft een hele sterke bliksemtornado. Het is tijd om te gaan spinnen. Rut, voor welke kies jij? Voor Jay? Nou, dan ga ik voor Kai. Hier zijn onze spinners. En welke zo meteen dus het langst blijft spinnen, die wint een hulpmiddel. En ik kan er wel één gebruiken. Nou, ik ook. Gewoon nog een extra. Zullen we aftellen? Ja, is goed. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Spinnen. Oh, die van jou gaat bijna vallen. Oh nee, mijne die wankelt al een beetje. Ja, ik heb gewonnen. Hij gaat nog. Kijk, hij gaat nog. Hey. Nou, dat betekent dus dat ik een hulpmiddel krijg. Wil jij de Ninjago Games nou ook spelen? Ga dan naar de website van Lego. De link staat hier beneden in mijn beschrijving. Rutger, blijf nog even lekker liggen. Jullie kunnen daar je vaardigheden ook gaan trainen. Dan wil ik Lego bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. En dan gaan we nu verder met smelten. Hey jongens, dit is een hulpmiddel. Ik weet niet of jullie hem nog van deel 1 kennen. Dit is een brander. En als het goed is, moet dit mij helpen om deze challenge te gaan winnen. Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik hoop dat hij het doet. Oeh, hij doet iets. Hij doet het volgens mij. Ik zie geen vlam, maar volgens mij kan je wel zien dat er hitte uitkomt. Oh ja, het werkt. Het werkt. Nee. Dit gaat wel lang duren, maar het werkt wel. Check dit. Allemaal water komt er vanaf. Ik heb wel het idee dat mijn emmer water beter was. Geen commentaar. Ik denk dat wij hier over 10 uur nog zitten. Ja, dat denk ik ook. Maar dan is het ijs wel gebroken. Hey, ik ga voortaan andere eisen stellen voordat ik meedoe aan een video. Mijn handen zijn helemaal kapot. Oh, maar er liggen daar gewoon handschoenen. Je snapt de grap niet. Er komt wel wat los, maar niet zo alsof dit helpt. Ik ben met een ritueel bezig. Nou, ga je lekker verder. Ja, het werkt. Nou, ik heb alleen maar een zwembad. Ik denk dat het tijd is voor de volgende challenge, want dit duurt veel te lang. Ja, we hebben meer hulp nodig. Oké, nou, daar gaan we. Dit zijn de volgende twee hulpmiddelen. Een kleine hamer en een hele grote hamer die ook heel zwaar is. Onze cameraman Lars gaat zo meteen deze twee hamers verstoppen hier in de tuin. En welke jij vindt, mag je gaan gebruiken. Oké, nou deze valt wel meer op. Die is veel groter, dus ik hoop dat ik die als eerste vind. Alsjeblieft, hop, opschieten. Stop ze maar. Maar jij gaat sowieso weer kijken. Dat doe ik nu al. Kom hier. Nou, wij gaan hier wel even zitten, dan kunnen we niet zien waar jij het verstopt. Tot zo. Tot zo. Kunnen we? Ja. Echt? Oké, okay, ik ga zoeken. Waar is het? Even rustig kijken. Hier ligt een klein handje. Oh, daar! 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 Nee, 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 nee! Oh, zie je het? Ja, yes! Yes! Nee! Ik ben helemaal buiten adem. Oké, okay, nu moet het gaan lukken. Daar gaan we. 3, 2, 1. Oh! Oh. Voordat we verder gaan, veiligheid gaat natuurlijk voor. Dus laten we deze veiligheidsbrillen even opdoen, want het ijs vliegt alle kanten op. Nou, dit is echt niet aardig. Dan gaan we weer. Ah, jou gaat veel sneller. Oh, het zit in mijn oor. Ik ben er nog niet over uit wat de beste kant is. Deze of deze. Ik ben wel blij met deze kleine hamer hoor. Oh, bij jou gaat het ineens heel snel. Ik zet gewoon door. Oh, volgens mij kwam er een scheur, of niet? Oh nee, het leek. Jammer. Oeh, auw. Ik had wel verwacht dat het iets sneller zou gaan. Ja. Stel me een beetje teleur hoe langzaam het bij jou gaat, ondanks dat je zo'n grote hamer hebt. Zie je maar weer. Formaat zegt niks. Je zou denken dat we van deel 1 wel geleerd zouden hebben, maar het werkt echt niet. Hoe ver ben jij? Ja, heel ver. Wil je even wisselen? Nee. Ik ben ondertussen een prachtig ijzersculptuur aan het maken. Dit wordt de letter R van Rutger. Ik wil anders even een ijsje eten tussendoor. Ja, doe maar. Ga jij maar een ijsje eten. Dit is niet normaal. Maar kijk, ik zit er wel al heel dik in hier. En Rutger, oh, die is eigenlijk wel even ver van mijn idee. Dan moet je niet naar de wc of zo? Nee. Dan heb ik het eroverheen gedaan. Oh, dat is ook warm inderdaad. Mijn handen doen zoveel pijn. Eerst waren ze koud en nu zitten ze vol blaren van deze hamer. Wat ben jij nou weer aan het doen? Tactiek. Alles draait om tactiek. Dit is zo zwaar. En dan heb ik nog een grote hamer. Maar ik wil gewoon deze challenge winnen, want dan kost het me geen geld. Oké, we mogen één slag alle twee met een andere hamer. Oké, ik heb maar één slag. Ja. Oh, dit waren al drie. Dat waren al... Dan mag ik ook drie. Oké. Oh, was bijna mis.
2. Oh! Oh! En 3. Ik heb een hele barst. Oh nee. Oké, ik moet nu echt opschieten, want volgens mij ga jij anders winnen. Ik ben er bijna. Ja, kijk. Nee! 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 Nog een klein stukje. Ik zie het geld al. Hij gaat gewoon niet. Misschien is die bevroren. Goh. Zij er bijna. Nee. Ga nou. Ik ben echt helemaal kapot. Maar mijn ijsblok ook. Ja. Oh. Nee. Hij gaat heel stuk vanaf. Hij gaat barsten, denk ik. Hé. Hey. Nee. Ik voel me een soort archeoloog, maar kom eens kijken. Ik heb hier een stukje van het plastic waar het geld in zit. Oh nee. Het komt er al. We zijn er bijna. Oh. Ga nou kapot. Oh. Ja, hij gaat. Nog een heel klein stukje. Oh, oh, nog een klein stukje. Oh, wil ik hem pakken? Ja! Nee! Ik heb hem! Nee! Ik heb hem! Nee! Oh. Hier zit 250 in en onder die van mij ook 250. En dit betekent dat jij beide bedragen wint. Dus in totaal heb je nu 500 euro verdiend. Yes! Kun je het eventjes vasthouden voor mij? Dit is het eerste zakje. Dit is gewoon echt zo stom. 500 euro. Bedankt. Van harte gefeliciteerd. Ik vind dat je het heel erg goed hebt gedaan. Ik was er echt bijna, dan had ik zelf gewonnen. Nou ja, ik vond het heel leuk. Dit was het zeker waard. Thanks dat je hier aan mee wilde doen. Wil je meer van Rutger zien? Check dan eventjes zijn hoofd die nu in beeld komt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En Lego bedankt voor het mede mogelijk maken van deze video. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Hou, doei. Doei, doei. Weet je wat? Nou, wat? Ik koop Lady Gaga concertkaartjes hiervan. Dat vind ik leuk. Ja? Nou, dat gaan we doen. Tot volgende week. Bijna dag. Doei.